Maar een 3x4 plek voor een FCC Nulo met Bo Makking. 3-2-3 was er voor FCC Putten, Bente Jochems. 2-3-2 voor de derde klas is Marcella Mensen. En 3x1 was er voor FCC Putten. En dan kan het bijna niet meer misgaan. En dat is 145 Daphne Gorus. Dames, succes. Daar is het hek gevallen en dan zien we daar in het midden alweer een dametje heel rap van start gaan. En wie is dat kleine dametje dan? Ja, dat zal natuurlijk gewoon Daphne Gorus zijn hoor. Zij wist alles al te winnen. Maar haar clubgenootje komt gewoon mee hoor, positie nummer 2. Het is Jos Kop, staat voor Jochem zie ik. En dan werd zij 2-3-2-3, maar gaat ze nu gewoon aan de leiding. En dan krijgt ze dus, oh, dan krijgt ze al een avond te verduren. En dan gaat ze toch naar 1, Daphne Gorus. En dan lijkt ze toch alles te winnen. We zien Marcella Mensen op dit moment op positie nummer 3. Zij rijdt voor de derde klasse uit Schoonebeek. En op positie nummer 4 is de dame van FC Zandvoort, Bo Makking. Maar de winst lijkt dus te gaan naar Daphne Gorus met 4x1. Maar kan het haast niet meer misgaan of komt er nog een aanvalletje binnendoor? En dan rijdt ze gewoon een hele goede vierde mars hoor, die Bente Jochems. Maar goed, haar clubgenootje gaat de winst pakken hier bij de dames van 76. Achterhoekskampioen Daphne Gorus.